Er zijn inderdaad iets meer dan 60% van de ouders die vandaag op school een boterhammentax of reftergeld moeten betalen. Ik kan ervan meespreken. Mijn kinderen gaan naar de Antwerps stedelijk onderwijs. En ook ik moet elke middag betalen zodat mijn kinderen op school hun boterhammen kunnen opeten. Nu, normaal gezien zou het onderwijs in België en ook in Vlaanderen gratis moeten zijn. En dat zag ik niet. We hebben een verdrag voor de rechten van het kind ondertekend, waarin, en ik wil toch even citeren, letterlijk staat, artikel 28. De staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op onderwijs en ten einde dit recht geleidelijk en op basis van gelijke kansen te verwezenlijken, verbinden zij zich er met name toe primair onderwijs verplicht te stellen en voor iedereen gratis beschikbaar te stellen. Nu moeten we vaststellen dat er ouders zijn die tot 3 euro per dag moeten betalen om hun kinderen hun boterhammen op school te laten opeten. Nu, mij lijken kosten voor de middagtoezicht, mij lijken toch vaste schoolkosten. Er zijn weinig ouders die hun kinderen 's middags even van school kunnen gaan halen. En morgen is het 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede. En juist voor die kwetsbare gezinnen weegt die schoolfactuur steeds zwaarder door. In 2014 is die boterhammentax ingevoerd in heel veel scholen. En toen hebben armoedeorganisaties zoals Netwerk tegen Armoede al gezegd: je mag dat niet doen. Dat gaat heel zwaar wegen voor gezinnen in armoede. Dat gaat eigenlijk kwetsbare gezinnen nog meer in de armoede duwen. En wat zien we vandaag? Effectief, die schoolkosten wegen steeds zwaarder door. Er zijn steeds meer onbetaalde schoolfacturen. We lezen de laatste jaren steeds meer scholen die beroep doen op incassobureaus. Ik hoor u gaat extra investeringen doen in het lager- en kleuteronderwijs, maar dat is wel even een wrange nasmaak als we weten dat dat geld vooral komt uit het secundair onderwijs, waar ook heel erg veel noden zijn. Een gemiddeld gezin, dus de helft van de Vlaamse gezinnen, geeft meer dan 450 euro per jaar uit aan het lager onderwijs. Dat is 5 keer de maximumfactuur, veel meer wat ouders kunnen betalen. En ten tweede, ik vind het eveneens zeer problematisch dat u niet ziet dat middagtoezicht, dat is toch een vaste schoolkost. Wie kan er zijn kinderen 's middags van school gaan halen om die schoolkost te vermijden? Mij lijkt het zeer logisch dat die middagtoezicht in de maximumfactuur zou moeten zitten, waardoor het geen meerkost wordt voor de gezinnen. Zoals reeds gezegd, is deze factuur steeds zwaarder doorweegt, zeker voor kwetsbare gezinnen die een armoederisico hebben.